Terwijl het grondoffensief als een donkere wolk boven Gaza hangt, reist demissionair premier Rutte vandaag af naar Israël voor bilaterale gesprekken met de Israëlische premier Netanyahu en de Palestijnse leider Abbas. Wat kan Rutte betekenen in deze oorlog? Is het ook een gevaarlijke onderneming voor hem om die kant op te gaan? We hebben natuurlijk al meer wereldleiders gezien, maar bijvoorbeeld de Duitse bondskanselier, die moest dekking zoeken, moest schuilen. Ja, ik denk dat de raketten die worden afgevuurd vanuit Gaza of vanuit Zuid-Libanon niet discrimineren of iemand premier is of gewoon willekeurig burger. Dus er zitten hoe dan ook risico's aan vast. Ja, nou schreef Rutte op Twitter, of X, hè, zeggen we dan tegenwoordig, dat Israël er alles aan moet blijven doen om burgerslachtoffers te voorkomen. Is dat ook haalbaar? Want het doel van Israël is om Hamas volledig uit te schakelen. Het voorkomen van burgerslachtoffers lijkt mij onrealistisch. Maar je kan er wel naar streven om het aantal tot een minimum te beperken. En dat maakt een grondoffensief vele malen complexer. Want? Kijk bijvoorbeeld naar wat er in de Oekraïne gebeurt, rond de plaats Bachmoed. Waar de Russen en de Oekraïners vechten al maandenlang om bezit van de plaats Bachmoed. Daar wordt gewoon alles met de grond gelijk gemaakt. Eigenlijk is er niet eens meer sprake van een stad, want er staat geen steen meer op de andere. Dat kan je in Gaza niet doen, want er zitten nog te veel burgers in de gebouwen. En op het moment dat jij daar met zware artillerie of luchtaanvallen alles plat schiet, dan krijg je waanzinnige aantallen burgerdoden. Maar hoe kan je dat dan wel doen, dat je zo min mogelijk burgerslachtoffers maakt en tegelijkertijd dat doel dan kan behalen? Dat gaat een helse klus worden. En je zal dus wat dat betreft, denk ik, veel gebruik moeten maken van infanterie, dus dat zijn gewoon mensen die te voet het gebied ingaan en gebouw voor gebouw gaan zuiveren. Want op het moment dat je gebouwen met de grond gelijk maakt, of het nu is door artillerie of door luchtaanvallen, ja, dan weet je niet wat er in die gebouwen zit aan burgers. En te meer omdat Hamas zich gewoon realiseert dat zij de burgerbevolking als schild kunnen gebruiken. Ja, precies, want wat zal dan de strategie van Hamas worden, denkt u? Als, hè, want als dat grondoffensief er daadwerkelijk binnenkort aankomt. Ik denk dat het er Hamas aan gelegen is om juist zoveel mogelijk burgerslachtoffers door Israëli's toedoen te creëren. Want dat zou kunnen betekenen dat de wereldopinie zich tegen Israël gaat keren. En dat is voor Hamas natuurlijk wel aantrekkelijk. Ja. Want op een gegeven moment gaan mensen dan roepen van en nu is het genoeg geweest. En dat allemaal ten koste van echte mensenlevens. Hè? Echte mensenlevens, ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ja. En dat wil je ten koste van alles voorkomen. Maar dat betekent dat de operatie vele malen complexer wordt. En de situatie is al complex, lijkt me daar in dat gebied. Ook vanwege, daar horen we nu natuurlijk ook veel over, dat de tunnels onder de grond. Hoe zit dat precies? Wat weten we eigenlijk precies over die tunnels? Kijk, je weet niet wat je niet weet. En we hebben gezien dat Hamas toch dingen voor Israël verborgen kan houden. Want anders hadden ze op 7 oktober niet zo succesvol de grens over kunnen komen. Het is dus de vraag wat Israël weet over de tunnelcomplexen onder Gaza. Want dat zijn die tunnelcomplexen op één niveau. Daar zitten tunnels boven tunnels en soms 3-4 lagen diep. Dus op het moment dat je één tunnelcomplex te pakken hebt, weet je niet of daaronder weer een tunnelcomplex ligt. Je weet ook niet hoe ze beveiligd zijn. Misschien zitten ze boordevol booby traps. Misschien zijn ze ondermijnd op het moment dat je een tunnel te pakken krijgt. Ja, wat ga je doen? Op het moment dat jij je eigen mensen erin stuurt, zou het goed kunnen zijn dat op dat moment die mensen worden opgeblazen. Dus dit gaat dan heel complexe worden. Supercomplex. Want je denkt niet alleen horizontaal, dus dat je straten moet zuiveren. Je moet ook verticaal denken. Je moet de diepte in. En daar zitten dus heel veel risico's aan. En daar zitten heel veel risico's aan. Leger, natuurlijk. Want Hamas heeft jarenlang de tijd gehad om dit voor te bereiden. Die kennen het tunnelcomplex als hun broekzak. En voor de Israëlische militairen die daarin moeten, of die daartegen moeten optreden, is het vaak toch wel het grote onbekende. En zijn er dan nu al speciale eenheden daar om ook het gebied te verkennen, om al zoveel mogelijk informatie te krijgen? Ik ben ervan overtuigd dat er inmiddels de nodige Israëlische speciale eenheden actief zijn in Gaza. Ja. Ja. En hoe lang gaat dat, hè, als dat grondoffensief er dan echt komt? Hè? Want je zou kunnen zeggen, het is al dan deels begonnen met die eenheden. Maar hè, als ze echt daar binnentrekken, hoe lang kan dat dan wel niet gaan duren? Dat gaat enorm lang duren. Enorm lang duren. Ik denk minimaal een jaar. Zo. Tenminste, als het doel van vernietigen van Hamas het einddoel inderdaad blijft. Volledig uitschakelen, ja. Ja, dan
ja, de Israëlische premier heeft zelfs gezegd vernietigen van Hamas. Nou, dat wil zeggen, je hebt daar minimaal een jaar voor nodig. En zeker als je burgerdoden wil voorkomen. Een jaar dus, zegt u. Goed. Nou, vandaag, langer denk langer. Ik zelfs. Ja. Vandaag dan bezoekt demissionair premier Rutte Israël. En dan spreekt hij dus met Netanyahu en ook met de Palestijnse leider Abbas.